Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video en in deze video ga ik aan de gang met mijn pakket van september 18. Het is een flinke zak. En in die zak daar zit een grote rol met een grote rol met dit lontwol. En met deze lontwol gaan we door middel van armbreien een dekentje maken. Kijk hoor. Er zit ook een beschrijving bij in het pakket. En ik heb in mijn mail ook een link gekregen voor een tutorial. En dat is altijd standaard bij september 18 dat het altijd op die manier gedaan wordt. Je krijgt dus altijd een papieren beschrijving bij het pakket. En daarbij dus in de mail een linkje naar een video toe waarin dus ook wordt geshowd hoe je het dus gaat maken, het pakket. Dit is dan de December box. De December Libelle box, want het is in samenwerking volgens mij gegaan met de Libelle, het tijdschrift. Dat is in samenwerking met het winterboek van de Libelle, waar je dus allerlei projecten in kunt vinden om zelf te maken om door de koude winterdagen heen te komen. En er staat dan ook een uitgebreid interview in met Sarah van september 18, dus vandaar dit pakket. Er zit dus lontwol in van 100% merino en een leren label. Kijk, van september 18. En er staat dan op de Libelle Special. Een heel mooi, dik leren label die je dus uiteindelijk ook aan je deken vast kunt maken. Er zit nog een goudkleurig stuk lint in. En een heel klein stukje touw. Waarmee je dus waarschijnlijk het label vast kunt zetten. Kijk hoor. Nou, er staan allerlei tips staan dan in. Er staat er in hoe je dan uiteindelijk ook moet beginnen. Ja, en dan ook inderdaad verder de hele beschrijving van hoe je dit gaat maken. Er staan alleen geen maten bij van hoe groot die gaat worden, maar dat gaan we wel beleven. Kijk hoor. Oh, en dan uiteindelijk ook nog wat tips voor het onderhoud staat er dan ook achterop nog. Dus ja, ik ga gewoon lekker aan de gang. Dit is geen gesponsord pakket. Ik heb in het verleden natuurlijk al een keer eerder video's opgenomen met september 18 pakketten. Waaronder dus een zijde shell die ik geverfd heb en ook met lontwol veren heb gemaakt. Die waren gesponsord. Deze video is niet gesponsord, want ik heb zelf een abonnement afgesloten. Dus nu op de september 18 pakket. Ik wou zeggen doos, maar het is een pakket. Dus het heb ik zelf helemaal bekostigd. En ja, ik heb het gewoon gedaan omdat ik het gewoon echt heel erg leuk vind om te doen. Ik heb natuurlijk nu twee keer met een september 18 pakketje video opgenomen voor jullie. Jullie vonden het dan ook heel erg leuk om te zien. Ik heb dus nu zelf een abonnementje afgesloten op het september 18 pakket. Dus ik had ook zoiets van, nou, aangezien jullie het zo leuk vonden om toen die video's te bekijken. Ik ga nu ook gewoon weer lekker een making-of video maken. Gewoon om jullie te laten zien wat je zo al met de september 18 box dus kunt gaan doen. Mocht je na het zien van deze video's iets hebben van, nou, ik vind het echt superleuk ook. Ik wil eigenlijk ook wel een abonnementje op de box. Linkje onder in de beschrijving van deze video. Daar vind je alle informatie over de september 18 pakketten. Het is een maandelijks pakket. Je kunt hem eventueel tussendoor ook op pauze zetten als je dat wilt. Want de pakketten worden altijd op tijd bekendgemaakt van wat we dan die maand gaan doen. Dus zo gaan we dus in de maand januari, waar we dus nu in zitten,
Een project maken met een houten plank en een houtbrander. En dat wordt ook echt super leuk om te doen. Ik heb al een ontwerpje ervan gezien van wat we met de houtbrander kunnen gaan maken. En ik ben echt reuze enthousiast. Uiteraard ga ik daar ook een video van maken als ik dat pakket binnen heb. Dat wordt dus het pakket van januari. Verdere informatie kun je dus allemaal vinden op de site van september 18. Zoals ik al zeg, de pakketten worden dus van tevoren aangekondigd wat de inhoud zal gaan zijn. En dan is het gewoon lekker wachten tot het pakket bij jou thuis komt om lekker mee aan de gang te gaan. Dat ga ik dus nu ook doen. Ik heb deze al eventjes een tijdje in huis. Dit is natuurlijk het decemberpakket. Die heb ik ruim voor de feestdagen in huis gekregen. Alleen door mijn vlogmas en andere bezigheden ben ik er nog niet aan toegekomen om ermee aan de gang te gaan. Dus dat ga ik lekker in deze video doen. Dus ik hoop dat jullie het ook weer heel erg leuk gaan vinden om naar deze video te kijken. Voor ik ga beginnen wil ik jullie nog eventjes vragen om ook abonnee te worden van mijn kanaal. Voor als je dat nog niet bent. Kost je helemaal niks, is helemaal gratis. Dus wil je abonnee worden van mijn kanaal, vind ik heel erg leuk. Klik dan eventjes op het rode knopje abonneren. Dan ben je dus automatisch abonnee van mijn kanaal. En wil je nou helemaal niks missen, druk dan ook eventjes op het belletje wat je ernaast vindt. Want dan komt er een melding in je scherm als er een nieuwe video verschijnt op mijn kanaal. En zo mis je dus echt helemaal niks. Ik ga dus lekker aan de gang met het September 18 pakket wat ik nu heb. Lekker een deken maken van lontwol. En ik ga jullie een beetje meenemen in het hele maakproces. Dus ik ga gauw starten. Nou, zoals jullie kunnen zien heb ik inmiddels al een aardige lap weten te maken. En het leuke is ook van deze manier van breien dat je dus de tricotstreek krijgt. Je krijgt dus aan de voorkant die mooie V'tjes die je hier zo ziet. En aan de achterkant zie je dus al die ribbels. Dus het is echt exact hetzelfde effect als wat je krijgt met gewoon breien. Mocht jij hier nou ook mee bezig zijn, dan heb ik nog eventjes een klein tipje voor je. Om het gewoon ook echt op breien te laten lijken. Want ik heb dus al een aantal keren een pluk gepakt. Waarmee ik dus ook een pluk uit de volgende steek pakte. Waardoor het dus begint te pluizen, zeg maar. dat kan je dus voorkomen door gewoon echt je vingers tussen die steken te zetten. Dan het op te pakken en over te zetten. Dan trek je dus niet je steek enorm los. Want als je dat dus zo gaat doen, dan heb je dus kans dat je uit je volgende steek een pluk van het garen mee gaat pakken. En dan krijg je dus van die enorme pluizen in je werk.
Dus ik doe het eigenlijk net zoals gewoon breien. Ik gebruik dus mijn hand echt als breinaald. Ik steek in die steek in. Pak de draad op. En ik zet hem dus over op mijn hand. En dan trek ik het een klein beetje aan. Dan heb ik dus het minste risico erop dat ik dus die steken ga uittrekken. En dat ik dus van die enorme pluizen in mijn werk ga krijgen. Plus, ik vind het ook een stukje sneller werken. Nou hoef je dit natuurlijk ook niet snel te doen. Gewoon lekker in je eigen tempo doen wat jij prettig vindt. Maar daarmee voorkom je dus dat je dus gewoon echt losse plukken in je werk gaat krijgen. En daarmee zorg je er dus ook voor dat je dekeren er gewoon echt wat netter uit blijft zien. Kijk, op een gegeven moment als je hem in gebruik gaat nemen, voorkom je dat eigenlijk niet dat je er echt allemaal pluizen in gaat krijgen en dat soort dingen. Dat komt natuurlijk omdat het een lontwol is. En lontwol is eigenlijk gekaarde wol. Wat dus betekent dat de vezels allemaal dezelfde kant op liggen. Dus het haar van het garen, dat gaat allemaal dezelfde kant op. Waardoor je dus ook makkelijk uit elkaar kan trekken. En daardoor, ik zie het ook als je het een beetje uit elkaar haalt, dat ziet er allemaal heel erg losjes uit. En daardoor kun je dus gewoon echt hele losse plukken eruit vandaan trekken. En daardoor ga je dus op een gegeven moment ook krijgen dat je dus een beetje een verveeld proces gaat krijgen als je het in gebruik gaat nemen. Of dat het enorm gaat pluizen, dat soort dingetjes. Dus wees daar gewoon eventjes een beetje voorzichtig mee. En eigenlijk is lontwol, zoals ik dus zeg, kaardewol. Dus dit soort wol kun je dus ook gewoon perfect gebruiken om mee te spinnen. Dit is eigenlijk de laatste stap van het wolproces voor het spinnen. Omdat je dit gewoon echt heel makkelijk uit elkaar kan trekken, is dit dus gewoon ook echt materiaal om mee te spinnen. Voordat je begint te spinnen heb je ook inderdaad lontwol nodig. Omdat je dat uit elkaar trekt en dat gaat twisten. En dan heb je dus je draadje. Dus het vergt wel eventjes wat voorzichtigheid, dit brein. Maar het is echt ontzettend leuk om te doen. Ik ben nu denk ik ongeveer een kwartiertje tot 20 minuutjes bezig. En ik heb al echt een aardige lap. En er zit nog aardig wat in de zak ook. Dus ik ga nog eventjes lekker door. Totdat ik hem af kan hechten. En dan kom ik nog weer eventjes bij jullie terug voor mijn eindoordeel.
Nou, de deken die is af, zoals jullie inmiddels hebben kunnen zien. Hij ligt hier ook nog voor mij op tafel. En het is niet een hele brede geworden. Zoals je kunt zien, hij is dan 8 steken breed. En hij is dan wel evengoed behoorlijk lang. Eigenlijk wel tafelvullend. Dus ja. Hij gaat waarschijnlijk misschien nog wel wat uitrekken of wat dan ook. Ik heb best wel grote handen, waardoor de steken dus wat losser werden bij mij. Als jij wat kleinere handen hebt en wat dunnere armen hebt als mij, dan zullen de steken wat kleiner uitvallen. Waardoor die wat compacter misschien wordt en misschien ook een stukje langer. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Plus daarbij, het is ook maar net hoe strak je natuurlijk aan het breien bent. En dat is dus afhankelijk voor het eindresultaat van de deken. Even een eindoordeel. Superleuk. Dit stond al een hele tijd op mijn wensenlijstje om een keertje te gaan doen. Een dekentje breien met mijn armen en een lontwol. Dat was uiteindelijk ook het dingetje wat mij over de streep trok om abonnee te worden van September 18, omdat dit project erin zat. Had ik echt zoiets van, nou, dit is gewoon het uitgelezen moment om ermee te gaan starten. Echt onwijs leuk om te doen. Het geeft een enorm snel resultaat, omdat je natuurlijk maar met een aantal steekjes bezig bent. En natuurlijk met een heel dik garen bezig bent, heb je gewoon echt supersnel resultaat. Dus het breidt echt binnen no time helemaal weg. Het was 2 kilo lontwol wat in de zak zat. En daar heb je dus echt wel een leuk dekentje van. Ik denk zelf dat ik hem gewoon echt voor de sier ergens hier in de huiskamer ga neerleggen. Moet alleen even kijken hoe de katten erop gaan reageren, want het is echt super zacht. En volgens mij gaan de katten het ook echt heel erg leuk vinden om hierin te zitten. Waardoor er waarschijnlijk lekker in gehaakt gaat worden. Maar ik ga gewoon eventjes kijken waar ik hem ga neerleggen. Voor hetzelfde geld leg ik hem bij ons op bed neer, gewoon over het voeteneind. Geeft ook een leuk decoratief resultaat natuurlijk. Dus daar ga ik gewoon nog eventjes naar kijken. Het was echt een onwijs leuk project om te maken. Ik denk dat ik al met al ongeveer een uurtje bezig ben geweest met het opzetten, met het breien en met het afhechten en het verder afwerken van de einddraden. Dus met een uurtje heb je al zo'n leuk pleat gecreëerd met 2 kilo lontwol dus. Ja, logisch natuurlijk als je meer lontwol in huis hebt dat je de deken groter en breder kunt maken. Maar met 2 kilo krijg je dus een heel leuk resultaat. De beschrijving, de geschreven beschrijving die erbij zat, wederom heel duidelijk. Alleen miste bij mij op een gegeven moment eventjes het vermogen in mijn hoofd om het geschreven gebeuren om te zetten in praktijk. Dus ik heb het filmpje erbij gepakt. Wat per mail toegestuurd wordt elke keer. Bij elk pakket krijg je dus een apart filmpje toegestuurd, ook in de mail, die je daarbij dan kan gaan bekijken om te kijken dus hoe je het moet gaan doen. Ik heb hem eigenlijk alleen gebruikt voor het opzetten van de steken, want daar liep ik in het begin eventjes een beetje mee te klieren. Dat ging niet helemaal lekker. Dus toen heb ik uiteindelijk eventjes het filmpje erbij gepakt om te zien hoe je dus die steken op moet gaan zetten. Nou, ook het filmpje wederom heel erg duidelijk beschreven. Wat ik er wel eventjes bij meld. De filmpjes zijn niet openbaar. Dus die kun je echt alleen bekijken als je dus abonnee bent van september 18. Want dan krijg je hem dus in je mailbox toegestuurd. En dan kun je hem dus gewoon gaan kijken. Dus de video's van september 18 die staan verborgen op YouTube. Dus die kun je niet zomaar gaan kijken. Maar echt, de beschrijving is gewoon heel goed. De video is echt heel erg goed. Dus eigenlijk is het gewoon perfect te doen voor iedereen. Dus mocht je nog helemaal geen ervaring hebben, ook met breien of wat dan ook, door middel van de video is het gewoon echt voor iedereen heel erg makkelijk om het te maken. En het wordt dan gebreid in de tricotsteek. Wat dus betekent eigenlijk als je tricotsteek gewoon op normale pennen breidt, dus dan een pen recht en een pen averecht breien. Dat doe je dus op deze manier eigenlijk door alles een soort van rechte brei, maar omdat je je werk niet keert, krijg je evengoed die tricotsteek. Echt onwijs leuk. Je hebt dus aan de voorkant die V-steek zitten, wat een heel leuk, mooi effect geeft. En aan de achterkant
heb je dus die ribbels. Wat het dus ook gewoon echt heel erg leuk maakt om de deken op verschillende manieren neer te leggen. Je kan natuurlijk ervoor kiezen om alleen de veetjes aan de voorkant te leggen. Dat geeft een bepaalde uitstraling. Maar als je op een gegeven moment ziet, zeg van nou, ik draai hem om. Dat de ribbels boven komen, is het net alsof je een hele nieuwe deken in je huis hebt liggen. Dus het is gewoon echt heel erg leuk. Ik ben dus echt ontzettend blij met dit pakket. Pakket is overigens niet meer verkrijgbaar natuurlijk, want was het septemberpakket en het januaripakket, dat wordt binnenkort ook al opgestuurd. Neem gewoon eventjes een kijkje bij september 18 op de site om eventueel ook een abonnementje af te sluiten. Nogmaals, dit is geen gesponsorde video. Ik heb het zelf allemaal gekocht. En ik laat jullie gewoon puur zien wat het project was, wat ik ervan vind en dat soort dingen. En ja, ik vind het gewoon echt een aanrader om te doen. Dit is nu inmiddels mijn derde project natuurlijk wat ik gemaakt heb met een september 18 pakket. Ja, gewoon echt super leuk om te doen. Ik ben er echt heel erg blij mee. En ja, op die manier kom je dus ook eigenlijk wel in aanraking met hele andere dingen ook nog. Ik zelf zou eigenlijk niet zo snel een pakketje gekocht hebben om dit te gaan doen. Puur vanwege het feit omdat ik dus niet weet of ik het had leuk gevonden. Nou, middels het september 18 pakket ben ik er natuurlijk nu achter gekomen dat ik het echt heel erg leuk vind om te doen. Dus dit is ook iets wat ik van mijn wensenlijstje af kan strepen. Want dit stond dus ook echt op mijn lijstje om ooit eens te gaan proberen. Nou, het is gelukt. Echt onwijs leuk om te doen. Ik heb nog een klein beetje over. Dit zijn dus de draden, zeg maar, die ik afgeknipt heb naar het afhechten. Die gooi ik niet weg. Die gaan in mijn andere bak die ik heb, waar ook allemaal nog lontwolletjes in zitten. En dat kan ik dus uiteindelijk gaan gebruiken voor het spinnen. Want dat wil ik ook gaan oppakken. Toch weer gaan proberen ook om te gaan leren spinnen. Dus daar kan ik het perfect voor gebruiken. Dus dat bewaar ik lekker. Dus ja, eindoordeel. Ik ben reuze enthousiast. En ik vind het echt een aanrader om te gaan doen. Dus ja, ben je benieuwd wat september 18 is? Wat er onder andere allemaal al in de pakketten heeft gezeten? Neem dan eventjes een kijkje op de site van de september 18. Link staat dus onder in de beschrijving van deze video. Dit was dus het december pakket. Het januari pakket, dat gaat eerdaags verstuurd worden. Uiteraard ga ik daar ook lekker mee aan de gang. En daar maak ik ook weer een aparte making-of video van. Omdat ik het gewoon erg leuk vindt om te delen met jullie. En het is ook iets nieuws en creatiefs waar ik nog geen ervaring mee heb. Dus dat vind ik dan ook heel erg leuk om toe te voegen aan mijn creatieve wereld. Dus ja, dit was de making of en review video van het decemberpakket van september 18. Ik ben er echt reuze blij mee. Ik ga nog even een paar leuke foto's maken en die gaan achter deze video nog eventjes verschijnen ook. Zodat kunnen jullie daar ook nog eventjes een kijkje bij nemen. Dus ja, ik ga bij deze dus de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar deze video te kijken. Ik vond het in ieder geval echt ontzettend leuk om deze video te maken. Wat ik ook heel erg leuk zou vinden is als je je gaat abonneren op mijn kanaal. Voor als je nog geen abonnee bent, doe dat door eventjes gratis te klikken op die abonneerknop om abonnee te worden van mijn kanaal. En als je een melding wilt krijgen wanneer er een video verschijnt op mijn kanaal, druk dan ook eventjes op het belletje. Want dan blijf je gewoon lekker helemaal op de hoogte van mijn kanaal. Instagram, daar kun je me uiteraard ook volgen. Link naar mijn Insta-account ook onder in de beschrijving. En ik zal ook eventjes een link naar het Instagram-account van september 18 plaatsen in de beschrijving van deze video. Dus echt alle informatie is terug te vinden onder in de beschrijving van deze video. Dus neem daar vooral ook eventjes een kijkje. En dan wil ik dus jullie gaan bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zou ik zeggen tot kijk in een van mijn vele andere video's. Doeg!